Hallo, ik heb vandaag weer een video. Vandaag heb ik een video over mijn hamster. Oké, misschien is het niet echt super interessant, maar ik kreeg er een vraag over. En ik dacht van ja, is wel leuk. Dus dat dus. En ja, dus dat. En ik hoop dat het leuk is. En ook trouwens, mijn hamster heet Fleur. Dus als je dat niet, als je afvraagt, staat ook in de beschrijving, titel. Dus daar kan je het ook zien. Dus, Okay. En dan is dit mijn hamster dus. Ze zit hier. Maar allereerst de kooi eventjes. Een toertje bij de kooi. Ik heb een verplaskooi. Dus deze kooi gewoon. Sorry. Ja, is een beetje vies. Hello. Maar oké. Dus een verplaskooi. Super simpel. Met een ratje hier zo. Daar zo een huisje. Daar nog een huisje. En hier wat. Ja, gewoon wat buizen. En als je dus ook een hamster hebt. Ik zou er echt aanraden om buizen te kopen. Want buizen zijn echt ja, super handig en zo. En dat is. En hier het voerbakje. Ik moet hem nog voer geven. En zo'n knaagstokje. Want mijn hamster is echt een knagertje. Dus die knaagt echt super veel en zo. Ik zal het trouwens even uitpakken. Want het is ook wel leuk om te zien hoe ze eruit ziet. Ja, eigenlijk. Het is een dwerghamster. Oh, is het een beetje vast? Dit is een dwerghamster. Ga je even daarheen voor de video. Thanks. Oké, dit is een dwerghamster. Dus een grijze. Ik weet niet hoe die precies heet. Maar kijk even op Google. Kan je dus daar doen. Maar het is deze hamster. Ze heet dus Fleur. En ze is bijna 2. Of dus de mensen juist gewoon 80 of zo. Maar in ieder geval. Ja, dus dit was mijn hamster dan. En ik hoop dat leuk was om op te zien. En dan zie ik jullie gaan zaterdag weer met een nieuwe video. Dus ja, tot zaterdag. Dus doei doei!